Yo, dames en heren, mijn naam is Don en laten we weer eens het nieuws doen. Wat ik hiermee bedoel is dat ik naar nu.nl ga en ik pak een aantal titels die mij aanspreken. En met wat ik bedoel met mij aanspreken is niet titels zoals Jan Smit vindt andere vrouwen zoenen raar. Dat is. Wat moet ik daar nou mee? Dus die slaan we al in zijn geheel al over. En dan pakken we eigenlijk gewoon de interessante titels. Dus hier gaan we. Nieuwe Xbox komt eind 2013. En ik zal trouwens alle links in de beschrijving zetten, zodat je zelf ook nog even kan lezen. Maar nieuwe Xbox komt eind 2013. Oké, zelf ben ik geen consolefanaat, maar in het algemene gamegenre. Is het goed dat Xbox weer eens vooruit gaat? Want je hebt nu de Wii U. Volgens mij is PlayStation ook binnenkort weer bezig met een nieuwe console. Dus het wordt tijd dat Xbox weer vernieuwing in de markt gooit, als het ware. En even iets naast het gamen: Nederlanders massaal tegen downloadverbod. Ja. Tuurlijk, ik bedoel, downloadverbod is vrijwel hetzelfde als dat SOPA en hoe die andere ook mag heten. SOPA was zeg maar het verbod tegen het delen van copyrighted materiaal, geloof ik. Iets in die geest. Het was gewoon, het downloaden zou het gewoon helemaal fucken. En Nederlanders zijn fucking gierig wat dat betreft. Ze houden van downloaden. Lekker gratis? Tuurlijk, gratis aanbiedingen, kom maar op. Ik ben Nederlander, ik wil alles hebben. Alles wat goedkoop en gratis is. Oké, Museum of Modern Art krijgt gamecollectie. Dat is vet. Wordt eindelijk eens een keer gewoon. Wat eigenlijk heel apart is, want de game-industrie is al vrijwel de grootste. Entertainment industrie die er is. En nu pas wordt er echt iets. Wordt het op deze manier gewaardeerd door echt het in het museum te plaatsen. Even kijken, de oudste game die het museum heeft aangekocht is Pac-Man uit 1980. De nieuwste is de mobiele game Cannabalt uit 2009. Ken ik niet. Daarnaast heeft het Museum of Modern Art de volgende games in zijn collectie: Tetris. Zeker weten. Another World, Myst, SimCity 2000. Volgens mij heb ik die wel eens gespeeld, maar dat weet ik niet zeker. VIP Ribbon, The Sims. Ja, die heeft iedereen wel gedaan. Katamari Damacy, EVE Online. Die heb ik ook even gespeeld. Dat is zo'n space game is dat. Dwarf Fortress, Portal. Oh ja, Portal. Respect aan de Portal. Flow and Passage zit er ook nog in. Museum of Modern Art wil uiteindelijk ongeveer 40 games hebben, waarvan Space War uit 1962, holy shit, de oudste is, en Minecraft de nieuwste. Ja, Minecraft is ook echt als een bom opgeblazen, dus dat is wel te begrijpen dat die erin komt. Even wat space nieuws. Geen historische ontdekking door Curiosity op Mars. Maar Curiosity is zo'n rijdend apparaatje die eigenlijk allerlei soort leven op Mars aan het ontdekken is. En gewoon Mars in het algemeen aan het ontdekken is. En ze hebben nog geen historische ontdekking gemaakt. Maar ja. Ze hebben pas een heel klein gedeelte van Mars gehad. Mars is een grote planeet. En dan moet je met zo'n klein wagentje eroverheen. Ja, tuurlijk. Je hebt nog lang niet alles ontdekt. Hetzelfde met het leven in het universum. We hebben ook nog lang niet alles ontdekt. Omdat je maar pas echt een heel klein deel hebt. Zeg maar uitgezocht, als het ware. Dus dat is wel te begrijpen. En uitstellen behandeling borstkanker verhoogt overlijdenskans sterk. Ja. Oké, is daar een
onderzoek voor geweest. Dit is toch logisch? Wat? Ja, dat is een onderzoek. In ieder geval, einde van de video 46.6. Ik spreek jou later.